Hoi, ik zou nog een filmpje opnemen over piercings, dus over mijn piercingverzameling van het moment. En ja, aangezien ik momenteel niet bezig ben te doen, heb ik weer net terug van werk. Dus als ik een beetje zweterig uitzie, is het daarom. Ik werk als postbezorger en het is momenteel 30 graden. Dus ook sorry als je het geluid van de ventilator in de achtergrond hoort, maar moet even. In ieder geval, ja, het lijkt me een leuk moment om eventjes mijn piercing-sieradenverzameling op te nemen. Dus ja. Laten we beginnen, maar even beginnen met wat ik om te beginnen nu draag voordat ik het vergeet. Dus dan hebben we hier, nou, om te beginnen gewoon een zilver dingetje in mijn rook. En gewoon een gouden, ja, dat kun je niet altijd kan zien, maar op zich is het niet heel boeiend wat ik momenteel in heb eigenlijk. Gewoon een gouden ball closure ring in mijn helix. Een circular barbell, ook het goud in mijn, hoe heet dit, gewoon een tweede oorbelgaatje. En nog eens ball closure ring. In het andere gaatje. Dan gewoon een goudkleurig neusringetje. Hier een goudkleurig labretje met een soort van ja, amberkleurig steentje erin. Nou, hier weer een balklozen ring, maar dan met rood erin. Hier een steentje, of recht de, een rechte barbel, ook met goud. En dan in mijn helix, of helix, industrial gewoon een metalen staaf, want die is nog wat genezen. Heb ik momenteel een multi-jeweled barbel in. We nemen een multi-jeweled bal in. Yeah. Met meerdere kleursteentjes en er zit een laagje kunsthars overheen zodat het niet onprettig aanvoelt in je mond. Dat is heel fijn. De onderkant is trouwens gewoon goud. Want dat vond ik wel makkelijk. Gewoon, ik heb er altijd een gouden barbel in en dan verwissel ik eigenlijk alleen het balletje meestal. Maar goed, oh, en in mijn nagelpiercing heb ik momenteel, zal ik ook even laten zien, dit steentje. Ik hoop dat het zichtbaar was. In ieder geval gewoon een ja, gewoon gouden bananenbar met een, hoe noem je die kleur? Een soort van warmtonig paars dingetje erin. Dus, steentje erin. Ja. Nou, voor de rest bewaar ik al mijn piercings in dit bakje nog steeds. En ja, ze komen allemaal van allover.piercings.nl trouwens. Niet wegens een specifieke reden of zo, maar gewoon, ja, dat was geluid. In ieder geval niet wegens een specifieke reden of zo, maar gewoon omdat ik ja, daar ooit ben begonnen te bestellen en je spaart een spaarpunt. En tot nu toe ben ik gewoon tevreden over ze, dus waarom zou ik eigenlijk anders bestellen? Dus ja, laten we beginnen met de oorpiercings. Dus de eerste heb ik al liggen voor mijn industrial. Is gewoon een lang staafje. Ook met gold plated, dat vind ik altijd wel mooi. Ik kan hem nog niet wisselen, want hij is pas in oktober genezen. Dus ja, voor in oktober heb ik deze alvast klaar liggen. Dan heb ik voor mijn oren nog ja, voornamelijk een hele hoop ook ringetjes en alles. Om het begin heb ik er deze barbel voor, wat de originele is waar mijn helix mee gezet is. Gewoon een normaal titanium staafje met twee balletjes. Verder heb ik een retainer, maar die kan ik niet laten zien, want die is doorzichtig. Dus ja, gewoon van bioplast. Dan nog een labretje. Deze had ik origineel voor mijn lip gekocht. Alleen, er zit nu geen balletje op trouwens, maar die, voor mijn lip was die net iets te lang. Dus vandaar dat ik hem nu voor mijn oren gebruik. Als ik het ooit wissel, want eigenlijk werk ik meestal gewoon deze in. Voor de rest heb ik hier een ball closure ring. Gewoon de reserve. Deze is op 1 mm. Het meeste is dat ik voor mijn oren op is 1,2. Behalve de industrial, want die is 1,6. Maar goed, deze 1 mm heeft deze gewoon voor mijn tweede gaatjes. Waar het dus ook 1,2 doorheen past, maar toch. Ik heb die toevallig nog liggen. Dan nog een circular barbell, maar dan zonder steentjes eraan. Vervolgens heb ik nog een ball closure ring. Deze is volgens mij 1,2 mm. Die draait. Ja, dit is best wel het saaiste gedeelte. Ik eindig wel met het leukste, dat zijn de navelpiercings. Daar zie je wat meer aan. Nou, de volgende twee saaie zilveren gewone ringetjes. En deze twee gewone oorbelringetjes in rood en blauw. Die zijn verder niet zo boeiend. Dan door naar een wat boeiender gedeelte, namelijk de tongpiercing. Ik zal vooral de balletjes laten zien, want voor staafjes heb ik, als ik al zeg, weet je, ik heb twee goudkleurige staafjes ervoor. En nou ja, eigenlijk heb ik nog meer staafjes. Zo. Als ik het eruit krijg. Qua staafjes heb ik in ieder geval twee van bioplast en eentje van titanium. Nog als reserve. En voor de rest heb ik nog een reserve van de goudkleurige met mijn één balletje eraan op het moment.
Dan heb ik nog deze. Die heeft een steentje op de bovenkant. Vragen mij bijna nooit dat ik paranoïde dat steentje eraf valt. Maar ik moet hem eigenlijk toch dragen, want hij is wel heel mooi. En ja, deze is eigenlijk hetzelfde verhaal. En vervolgens heb ik heel veel balletjes daarvoor. Ik zal het even laten zien. Ik heb om te beginnen. Dit balletje. Beetje, lijkt een beetje op snoepjes. Wat ik trouwens wel altijd heb met balletjes van acryl. Is dat je maar een paar weken kan dragen, want daarna gaan ze irriteren. Dus vandaar dat ik eigenlijk voornamelijk gewoon kunsthars en metaal erin heb. Maar goed, het verschilt per persoon natuurlijk. Er zijn ook mensen die er geen last van hebben. Dan heb ik deze. Een soort doorzichtig met een blauw bolletje erin. Dan heb ik deze hier zo. Vind ik leuk voor in de herfst. Die heeft een beetje ja, oranje met bruin-grijzige swirls erin. En dan deze denk ik een beetje moeilijk te zien. Maar er zitten kleine rode sterretjes in. Die vind ik wel leuk bij kerst, want sterretjes en rood vind ik bij kerst passen. Kijken. Ik kan een paar tegelijk eruit vissen. Oké, dat... Ja, ik zal maar geen dubbele laten zien. Voor sommige heb ik er ook twee trouwens, want die blauwe heb ik gewoon twee. Maar goed, die zien er alle twee hetzelfde uit, obviously. Dan heb ik nog een gele met glittertjes. Leuk voor in de zomer. En een doorzichtige, ja, paarsige. En een pareltje, die heb ik vorig jaar in de zomer gekocht. Die is ook echt heel leuk. Sorry trouwens voor de status van mijn nagels. Ik ben net terug van post bezorgen, dus ja, ze hebben heel wat meegemaakt vandaag. 20 kilo papier geschuurd en alles. Hoe dan ook, en dan nog een licht paarse met glittertjes. Nou, dat was dus de tongpiercing. Het tongpiercing. Sieraad. Ding, ja. Voor de rest, ja, weet je, met mijn lippiercing krijg ik hetzelfde verhaal als mijn tongpiercing. Ik heb er een gouden labretje in. Tenminste, een gouden coating. Ik zit er zelf een gouden coating. In ieder geval, en ik vervang vooral de balletjes. Maar ik heb er nog wel een retainer voor, die doorzichtig is. Dus niet heel nuttig om te laten zien. En deze. Origineel mijn neuspiercing meegezet, is ook een labretje. Maar die is op 1,2 en ik heb mijn neuspiercing nou gedownsized naar 0,8 mm. Dus vandaar ik deze nou gewoon voor mijn lippen waar. Hij is iets te lang waar eigenlijk, maar ach. Voor de rest heb ik nog zo'n balletje wat ik ook, maar dan een klein wat ik ook op mijn tongpiercing heb. Ook een multi-jeweled ball. Dan heb ik er nog zo eentje in het paars. En ja, die dingen waren voor mij iets van 3 euro of zo. Niet heel duur in ieder geval. En dan heb ik nog deze. Echt mooi te laten zien. Gewoon heel klein. Ik weet niet of je het kan zien, maar heel klein gouden balletje. Gewoon voor als ik hem minder opvallend wil hebben. Eigenlijk doe ik er zelf eigenlijk nooit retainers in. Maar ja, weet je, ik heb zoiets handig om ze te hebben. Dus vandaar dat ik ze heb. Dan door naar de neuspiercings. Eigenlijk wissel ik hem bijna nooit. Alleen ik vind dit ringetje toch iets te groot. Ik moet nog steeds al sinds weken of zo. Maanden ongeveer. Een klein ringetje kopen, maar goed. Ik heb ook studs voor. Die gebruik ik eigenlijk bijna nooit omdat ik er altijd achter blijf hangen als ik mijn gezicht was. Want zo klunzig ben ik nou eenmaal. De eerste daarvan is in ieder geval deze. Een soort van paarsig. Het zijn gewoon no screws, dus met zo'n lusje aan de achterkant. En ik heb er ook eentje die een beetje regenboogkleur geeft. In het juiste licht. Ook wel heel mooi. En ik heb nog eentje die gewoon een plat gouden diskje is. En dat is dus deze. Dan heb ik voor de rest trouwens nog een selectie aan spulletjes die ik eigenlijk nooit gebruik, maar die ik toch bewaar. Dat zijn voornamelijk dingen, bijvoorbeeld ik kocht eens een keertje een zakje met allemaal dingen voor 0,6 mm. En een van de dingen die erin zat is deze spike, maar tot nu toe heb ik nog niks echt waar ik hem voor kan gebruiken. Ik zou hem in principe ooit voor mijn industrial kunnen gebruiken, maar hij steekt zo uit, dus ik weet niet of ik dat ga doen. Dan hebben we nog een tongpiercing waar het steentje uit is. Die zou ik eigenlijk gewoon weg moeten gooien. Dus waarom doe ik dat dan niet? Omdat ik graag reservedingen bewaar. En een enigszins ernstig verbogen, ja dat heeft mijn eigen schuld, ja. Circular barbel.
die ik kleiner wilde buigen en toen boog ik hem scheef en toen had ik zoiets van laat maar, ik koop er gewoon een nieuwe. Verder heb ik nog de originele bananenbar waar mijn navelpiercing mee gezet is in paars. Ik kon allerlei kleurtjes kiezen, dus uiteraard koos ik paars. De originele waar mijn tongpiercing mee gezet is. Ik gebruik deze trouwens niet meer, ik neem ze hooguit soms mee als reserve, omdat ze zo lang zijn dat ik ze gewoon zonder handschoenen en zonder moeite dus erin kan houden. Dus ja, het is wel makkelijk als je onderweg even piercing en sieraad kwijt bent of zo, dat je er gewoon zoiets erin kan houden. Maar ja, wat je kan zien, zelfs zonder balletje op deze, is, hoe laat ik het makkelijkst zien? Dat is dus gewoon het verschil tussen het waar de gouden komt en het waar het balletje van de zilver komt, zilver, titanium komt. Ja, zo groot is hij dus vandaar dat ik ook niet meer gebruik. En hebben we tenslotte nog deze, waar volgens mij mijn lippiercing origineel mee gezet is. Ook gewoon titanium. Echt gewoon super lang. Dus vandaar dat ik die ook niet meer gebruik. Maar ja, wat ik al zei, ik vind het wel handig om ze te bewaren als reserves. Dan door naar de navelpiercings. Vind ik zelf altijd wel het leukste gedeelte. Daar heb ik ook een retainer voor. Maar again, doorzichtig. En nog een retainer. Oh, die is van mijn tongpiercing. Hoe dan ook. Ja. Om te beginnen heb ik er twee losse balletjes voor. Die kunnen op één bioplastaafje wat ik heb gekocht voor als ik ooit ga zwemmen. Maar ik ga ook nooit zwemmen, want ik hou niet zo van zwemmen. Maar goed, het is handig om ze te hebben. Zoals deze. En verder een gele. Ik probeer ze zo te laten zien dat je niet heel slordig dat gaatje erin ziet. Hele mooie felle gele. En die kunnen op deze. Is roze. Met, tenminste wit met roze swirl in. Dan heb ik verder nog drie met dangles. Die heb ik voor mij morgen ook al laten zien. Want ja, die had ik toen al. Dus ja. Deze is in ieder geval een ankertje. Ik ook wel leuk voor in de zomer en ik vind hem gewoon heel mooi glanzen. Deze komt van, ook van Allover Piercing, maar is van het merk Halftone trouwens. De volgende twee ook trouwens. En de volgende is een soort van Reaper. Die ben ik van plan om in de winter meer te gaan dragen. Ook wel heel erg gaaf, die skulls en dan die kruisjes eronder. Tenminste, enkele skull en dan kruisjes eronder. En deze, die mijn nieuwste is, met een snoezig kolibrietje eraan. Toen kwam ik pas achter dat Hummingbird een kolibrie is. Dus ja, nou dat zijn al mijn piercingsieraden op het moment. Ja, als jullie van dingen willen, tenminste, ja, alles komt van dezelfde winkel trouwens. Alles behalve waarmee gezet is. De dingen waarmee gezet is, zoals gewoon een beetje de originele staafjes dus. Die zijn van titanium en die komen van gewoon de piercer van Queen of Rings. En alle spullen die ik zelf later gekocht heb, komen allemaal van allerpiercings.nl. Ik word niet gesponsord of wat dan ook, maar dat is gewoon de plek waar ik toevallig altijd al mijn piercingsieraden bestel. Ja, je spaarpunten, dus als je dan besteld hebt, is het bijna zonde om niet die spaarpunten weer daar te gebruiken. Dus ja, bovendien goede kwaliteit. In ieder geval, ja, dat is dus alles wat ik op dit moment heb. Ik ben wel van plan om meer van mijn navelpiercing te bestellen en meer van mijn lippiercing en dus een kleiner neusringetje. Dus misschien dat er over een paar maanden weer een update komt. Nou, dus in ieder geval, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als jullie vragen hebben over bepaalde sieraden, dan hoor ik het wel en dan geef ik wel antwoord. En ja, in ieder geval heel veel dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hoi! Ik heb vandaag weer een piercing filmpje voor jullie, deze keer over de Helix piercing. Dat is dus degene hier dan boven in het oor. Want een paar mensen hadden gevraagd.